Iedereen heeft het altijd over het niveau van het Zwitserse voetbal. Nou, je ziet dan het Zwitserse elftal dat die het goed doen. Ook die Zwitserse ploegen dat die het best wel goed doen. De Young Boys die best wel steeds ver komt. Basel die normaal altijd ver komt. Nu heb je toch Lugano, Basel, Young Boys die dan Europees erbij zijn. Dus het voetbal zit wel goed. En het is niet zo dat je er even overheen loopt. Wat een voordeel is natuurlijk bij Young Boys is dat ze op kunstgras spelen. En dat gaat denk ik het probleem worden voor Feyenoord. Niet alleen voor Feyenoord, maar ik denk dat de meeste ploegen niet graag op kunstgras spelen. Maar dat is wel het grote voordeel van Young Boys. Dan spelen ze wel een beetje anders als dat er op gras gespeeld wordt. Alhoewel natuurlijk in het Feyenoord Stadion wel een topmat ligt die ook er haast uitziet dat het een kunstgrasveld. Ja. Nou, dat denk ik mede Feyenoorder anders over. Ja, niet dat het een geen goed veld is, maar die hebben niks met kunstgras, René, Feyenoorders. Dat wil niet. Dat is geen prettig huwelijk, die twee. Ja, ik heb ook niks met kunstgras. Nee, maar je zou het mee moeten doen. Ja. Kijk, je kan wel blijven roepen en Jurkensen kan wel blijven zeggen, ik wil niet op kunstgras spelen. Maar ja, ik heb in mijn nadagen ook nog op kunstgras moeten spelen. Ja, nou ja, het is niet anders.